ben er laatst achter gekomen dat ik de maxicozy helemaal verkeerd wil. In dit filmpje laat ik je zien hoe het beter kan. Hi iedereen, ik ben Robin. Leuk dat jullie kijken. Ik liep nog niet zo lang geleden met een vriendin van mij op straat. Ik had haar pasgeboren baby in de maxicozy vast. En toen attendeerde zij mij erop dat ik de maxicozy verkeerd wilde. Ik dacht, hoezo verkeerd wil? En toen liet zij mij een manier zien. En dat probeerde ik natuurlijk. Ik ging het meteen eventjes oefenen. En ik dacht, wauw, als ik dit geweten had. Ik deel dus de maxicozy totaal verkeerd. En ik denk misschien wel 75% van alle mensen. Ik heb... ik draag de maxicozy meestal als een handtas. Die hier... Ik laat het straks zien. Straks. Ik heb de maxicozy geprobeerd op meerdere manieren te dragen. Sommige andere manieren vond ik ook wel makkelijk. Alleen dit... Ik heb er niet eens aan gedacht om dit te gaan proberen. Het is dus blijkbaar volgens haar hoe het bedoeld is om te tillen. En dat, het voelde ook veel lichter. Normaal vind ik het echt altijd heel zwaar om de maxicozy te tillen. Ik laat je nu zien hoe het beter kan. Ik laat jullie nu zien hoe ik eigenlijk altijd de maxicozy tilde. Ik til soms ook de maxicozy op deze manier. Deze manier voelt ook lichter aan. Als ik de maxicozy op deze manier til, dan span ik wel altijd mijn buikspieren die er ergens onder het vetlaag zitten. Op deze manier, zo til ik het eigenlijk altijd, sneller. Vaak heb ik mijn handen vol en nu heb ik een hand vrij. Dus dit is makkelijk. Makkelijk, snel, maar verkeerd. Want ik heb heel gauw als ik zo til dat ik... vooral in mijn onderrug heel snel pijn krijg van het tillen en dat is dus niet goed. Mijn dochter is dus ook heel zwaar. Ze is, ik weet eigenlijk niet hoe zwaar ze is, maar mensen, andere moeders schatten haar nu ongeveer boven de 2 jaar. Qua lengte en gewicht, zo ziet ze er ook uit. Maar ze is pas net 17 maanden, dus ze is best wel groot en zwaar. Dus als ik het zo deel, dan ik heb altijd het gevoel dat ik, ja, ik deel het gewoon verkeerd. Ik deel het echt met mijn rug. Dus, nu ga ik de manier laten zien die ik dus van de week geleerd heb. Onder de hendel door. En dan pak je hieronder beet. Hieronder is dus plek voor vingers. Dus... Gaat hier onderdoor en dan pak je dit beet hieronder. Tadaa! Eerlijk, had ik het eerder geweten. Dit is echt veel lichter. Het gewicht is veel meer verdeeld. Het voelt veel minder zwaar aan. Terwijl dit is echt een ballast op mijn rug. Ik laat jullie zien hoe je ermee kan lopen. Fijn. Echt fijn. Dit is ook fijn. Op een gegeven moment tilde ik ook gewoon zo hoor. Oh, nee, niet hier. Omdat het zwaar was. Please try it at home. Ja, yeah, well, just please try it. Als jullie deze video informatief vonden en dat jullie er wat aan hebben. Dus probeer het echt om eventjes, ja, even te kijken of het wat voor jullie is. Maar voor mij is het in ieder geval echt de manier om het vanaf nu te doen.
Totdat ze niet meer in Max Schoos past. En dat is eigenlijk nu. Dus ik heb er niet zo vaak gehad. Maar ik hoop dat ik jullie dus wel ermee kan helpen met deze gouden tip. Thumbs up als je deze video leuk vond. En als je meer wilt zien. Ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende video. Doei!